Er wordt weer gewerkt aan de trambaan. Ditmaal op de Admiraal de Ruiterweg tussen de Chausseestraat en de Willem de Zwijgerlaan. Ik word een beetje moe van al het opgeknapt in Amsterdam. Een beetje minder cliënt. Verkopen en zo, omdat we hebben heel veel rommelig hier. Ik ga op de fiets, dus ik fiets er gewoon langs. We zijn hier de trambaanfundering aan het vervangen. Inclusief uiteraard trambaanverharding. Het spoor is nog niet einde levensduur. Dat is in 2002 geplaatst hier en dat hoeft pas vervangen te worden in 2025. En wat we hier dus nu puur doen is een nieuwe trambaanfundering aanleggen. We rijden hier drie tramlijnen. En wij doen onze werkzaamheden altijd met de tram in exploitatie. Voor de veiligheid hebben we daardoor veiligheidsmedewerkers in de baanvak staan die de tram tegenhouden en zorgen dat de medewerkers op tijd de baan uit kunnen stappen, zodat de trams kunnen passeren. Heb je last van de werkzaamheden hier? Helemaal niet. Ze werken met ons mee. Het eerste gedeelte is gestort qua beton. Daar zijn we nu het spoor op hoogte aan het stellen en weer opnieuw vastzetten. In het verdere gedeelte zijn we nu het cunet, dus de ondergrond waar het nieuwe onderbed in komt, zijn we aan het vlakken. Daar wordt morgen onderbed gestort en dan gaan we volgende week daar het spoor weer vastzetten en op hoogte stellen. We zijn het spoor aan het afstellen, aan het kaliberen. En dan proberen we alles binnen de millimeter nauwkeurig neer te leggen. En tot nu toe is het allemaal nog gelukt. Ik ben de moeren nu aan het vastzetten voor het spoor dat het nergens heen kan. Het moet goed liggen en vastzitten. De Admiraal de Ruiterweg loopt tot de Kostverloren Vaart en gaat daarna over in de De Klerkstraat. De Kostverloren Vaart is een wetering met spuisluizen die werd gegraven in de 15e eeuw. De Amsterdammers waren hier niet blij mee, omdat er een gevaar bestond dat een vijand de stad onder water kon zetten via de sluizen. Daarom sloot Amsterdam de wetering af en werd deze onbruikbaar. Een verspilling van geld, ofwel verloren kost. Zo is de naam van de Kostverloren Vaart weer te verklaren. Het is een leuke buurt. Hele leuke buurt. Het was heel anders. Ik woon hier al heel lang. En het is heel, met alle terrasjes en alles. Het is gewoon heel leuk geworden. Heel leuke buurt. Ja. Ja. Gezellig. Klein, een beetje dorps zelfs eigenlijk. De prijsvraag van deze week luidt: in welke eeuw werd de Kostverloren Vaart gegraven? Vul op amsterdam.nl/wegwerkzaamheden het antwoordformulier in om kans te maken op zo'n mooi plaatje. De winnaar mag zelf een foto kiezen uit de online beeldbank van het Stadsarchief. En de winnaar van vorige week is Wilco Slok. Wilco, gefeliciteerd. Het verkeer moet rekening houden met dat het is in beide richtingen afgesloten, stad in, stad uit. De fietsers en voetgangers hebben geen belemmeringen. Aan beide zijden van het werkterrein kunnen die passeren. En aan de kopskanten zijn de voetgangers oversteekplaatsen gewoon intact. De werkzaamheden zijn klaar vrijdag 24 november. En voor meer informatie kunt u natuurlijk kijken op amsterdam.nl/wegwerkzaamheden. Dit was het verkeer. Tot de volgende keer.